We hebben net een persgesprek gehad van bijna anderhalf uur. Ja. Jij staat voor een stevige klus. Het is niet de enige hier in jouw nieuwe locatie, zeg maar, nieuwe gemeente. Nou, ik sta in ieder geval niet alleen voor. We doen dit gezamenlijk. We hebben natuurlijk een dagelijks bestuur in de gemeente. Dat is het college van burgemeester en wethouders. En we hebben een hoogste orgaan, dat is de gemeenteraad. Wij bereiden voorstellen voor. En de gemeenteraad zal in juni een belangrijk besluit moeten nemen over het financieel herstelplan. Wat ik natuurlijk proef en wat ik ook echt zie als onze opgave is om het vertrouwen te verbeteren dat de samenleving in ons als overheid heeft. Dat is een belangrijke opgave, dat gaan we niet op korte termijn verbeteren. Dat moet echt in de loop der jaren bereikt worden. Maar dat betekent wel goed uitleggen wat we doen. En proberen ook met inwoners ook tot producten en diensten te komen. En met een hele smalle beurs, dat is de lastige opgave. Dat betekent ook dat de organen, gemeenteraad, BNW en de ambtelijke organisatie zo goed mogelijk moet samenwerken. Niet tegenover elkaar, niet tegen elkaar, maar met elkaar. Ik denk dat de inwoners graag willen en daar ook het eerlijke verhaal over willen horen. En daar moeten we allemaal, of we nou raadslid, collegelid of ambtenaar zijn, onze stinkende best voor blijven doen. En dat is de opgave. Als de zorg is dat de meest kwetsbare mensen daar de dupe van worden, dan denk ik dat we daarvan kunnen zeggen dat dat niet het geval is. We hebben de meest kwetsbare mensen, blijven we onder ogen zien, die willen we blijven helpen. Sterker nog, wij zijn voor de mensen die ook de steun behoeven. Eerlijk gezegd zijn er heel wat mensen die zichzelf goed kunnen redden. Daar zijn we niet in eerste instantie voor. We zijn juist voor de mensen die zichzelf niet helemaal kunnen redden. We zijn ervoor om die op te helpen om weer hun rol en ook hun plek in de samenleving te krijgen en ook vast te houden. Dus op de bijstand wordt niet gekort. Als mensen daar zich zorgen over maken, meld je je dan ook bij de organisatie. Daar hebben we voldoende contactpunten voor. Maar ook de bestuurders staan open voor de mensen als ze het gevoel hebben dat ze tussen wal en schip raken. En ik wil ook het beeld weg van me houden dat wij tegenover de mensen staan. Wij zijn daarvoor om de samenleving te dienen. Dat moeten we iedere keer op ons voorhoofd te lezen hebben staan. Daar moeten we 's ochtends mee opstaan en dan moeten we 's avonds mee naar bed gaan. En ik geloof dat we dat kunnen en dat moet ook zo gebeuren. Dus laten we in de komende jaren elkaar opzoeken. Niet tegenover elkaar staan, het niet elkaar moeilijk maken, maar elkaar opzoeken. Luisteren naar elkaar en elkaar helpen. Daar staan we voor, daar sta ik voor. En ik hoop dat we dat kunnen waarmaken. We gaan het waarmaken. En waar kunnen de mensen dan terecht, even heel specifiek? Ja, kijk, we zijn een relatief kleine gemeente. Dat betekent dat mensen ook gewoon bij het loket kunnen. Het is zo, corona maakt het wat moeilijker. Bel dan, we hebben de bereikbaarheidsgegevens op ons internet staan. Staat ook bij gemeentenieuws in de krant. Dus bel dan op. Er zijn voor bijvoorbeeld bijstand WMO, hebben we ook aparte mensen die iedereen individueel bij kunnen staan. En als je een vraag hebt aan de politiek, dan is daar ook bereikbaarheid voor. Maar ook de bestuurder die dagelijks hiervoor verantwoordelijk is, die is bereikbaar. Dat hebt u ook in het perscontact kunnen horen. Ik herhaal het hier ook. Elke individuele bestuurder is bereikbaar en ook benaderbaar voor mensen die in de knel zitten. Want daar zijn we voor. Niet voor degene die het allemaal al goed gaat. Hebben die een keer een steuntje nodig? Oké. Maar we zijn er vooral voor de mensen die het nu moeilijk hebben. Ja, ik hoop dat de samenleving ziet dat we als gemeentelijke overheid op dit moment in een zwaar weer verkeren. Laat ik zeggen dat de samenleving op zich voor elkaar wil zorgen. Daar moeten we ook ondersteuning voor bieden. Maar dit worden wel spannende weken. We moeten zorgen dat de raad zijn beslissingen en zijn verantwoordelijkheid kan nemen. Maar er zijn wat dat betreft moeilijke besluiten te nemen. Maar de provincie dwingt ons ertoe om ons huishoudboekje op orde te krijgen. En daar is ook onze eerste opgave voor. Als wij dat niet doen, dan kunnen we ook niet onze meerwaarde voor die samenleving leveren. De komende weken worden daar een testcase. Wat spannend. Hoe spannend? Ja, ik denk dat dat de toekomst van onze gemeente, van onze zelfstandigheid, wel op het spel staat. Als dat nog niet duidelijk is, dan wil ik dat wel herhalen. Het is de tweede keer dat we onder preventief toezicht staan van de provincie. Het is nog strakker dan het de eerste keer was. En we moeten daar dus echt uit willen komen. En daar hebben we iedereen voor nodig. Elk individueel raadslid, elk individueel collegelid, elke ambtenaar. Want als we tegen elkaar knokken, dan wordt het moeizaam. We moeten samen staan voor die inwoner van Haaksbergen, want die verdient het. Dat is heel mooi. Denk jij zelf dat de raad ook zover is al? Ik ben optimist. Ik geloof dat er
dat elk raadslid voor het belang van Haaksbergen staat. Het is alleen lastig om in deze moeilijke tijd de juiste beslissing te nemen. Maar als we naar elkaar luisteren, als we goed met elkaar in gesprek gaan, dan geloof ik dat wij, raad en college, verstandige besluiten kunnen nemen. En ik vind dat we dat moeten doen. Dus ik doe een beroep op in ieder om daar ook aan te werken. Ik wist dit van tevoren. Ik heb nog geen seconde spijt van Haaksbergen. Het is een lastige opgave. Het is een meerjarige opgave. Maar dit is wat ik wilde. En dit is waar ik ook voor word gevraagd. En ik hoop ook dat mensen zien dat ik daar ook echt alle energie voor wil inzetten.